Vandaag vrijdag en wij zijn wat voorbereidingen aan het doen voor mijn baby shower of ja, onze baby shower. Want morgen is de baby shower. We hebben vandaag wat drinken gehaald. Ik heb zojuist, wat jullie hebben gezien, de bedankjes gedaan voor iedereen. En mijn moeder is ook op bezoek. Ze is me aan het helpen met alle babykleding. Wassen, strijken en wegzetten, want baby boy is coming sooner. Dus ja, dat. Later komt mijn schoonmoeder en vader ook. En mijn vriendin Roselyn, want die gaat lekker bojo maken. En even denken. Nou ja, dat dus voor vanavond. Dus ik neem jullie deze 2 dagen gezellig mee. Roselyn! Oh. Let niet op het geluid, mensen. Maar ze is bojo aan het klaarmaken. Oh, als jullie dit konden ruiken. Mijn hemel. Yes. En mijn schoonmoeder is daar. Versiering.
Ja, Zoe. Ja, samen. Hallo. When you have kinderen in the building. Maar ja, iedereen is gezellig in de tuin daar. Mijn moedertje is hier. Millie boy. Ik ben even binnen aan het chillen. Want... Ja, schat. What is dat nou? Ze gooit er zelf op de grond. Het kind is het helemaal zat. We gaan straks de taart nog even snijden. Onze taart is trouwens zo mooi. Ik laat in de beschrijving alles achter. Wie wat heeft gedaan, waar gehaald. Zodat als jullie dat ook willen doen, kunnen jullie dat even checken. En we gaan zo ook nog even de cadeautjes uitpakken. Dus ja, het is very gezellig. Hè, moeders? Alleen wij roken niet, dus wij zitten niet in de tuin. We zijn niet van de partij. We zijn niet van die partij. Abu, Abu, dankjewel, Didi. Amsterdam heeft van die waterrellen. Nee, ja, die grot. Ja, grot. Wat zet je met water en... Waterkoker? Nee, water en dan nog iets anders koffie, erbij. Koffie, thee. Limonade, limonade. Maar nigga. Als iemand voor jou geld geeft voor jou op jouw team, een shirt en zo. Hoe moet je dat? Sponsor! Wat doet, waar doet Stacey heel goed in? Wat doet ze op haar gezicht? Dat heet make-up! Wat zit er op een wijnfles? Een kurk! En je hebt slaai, het is puntje. Salade! Nee, het is een... Wat is het? Ijs! Bocht! Ijs? Ijssalade! Ijsberg! Oh, ik heb dit heel veel gekregen net vanavond. Cadeautjes! Ja, oké. Okay. Dit is een handeling die je doet in de auto. Waar je eigenlijk... Schakelen! Nee, waar koppeling! Je mag, ja, maar. Manoeuvre! Manoeuvre! Die bocht? Fijne bocht. U-bocht! Vals ook! Dit zeggen we. Als je iets gooit en het komt terug. Frisbee! Nee. Rambutan! Dat is een vrucht! Boemerang! Boemerang! Ik ga een kokosnoot halen uit een boom! Kokosnoot boom! Boom! 3 House! Boom! Palmboom! Ja, palmboom! En als laatste, Ewa, ik ga met de motor rijden, ik rijd zo hard, ik zie flitsen! Juist! Deze persoon komt de tuin schoonmaken. Hoe noem je tuinman. Dat? Tuinman. Ja, tuinier. Oké. Als je het koud hebt, wat je deed. Wat ben je dan? Verkouden. Nee. Ziek. Verkoud. Oververhit. Watermeloen. Dit is. Mango. Strasbal. Je hebt niet. Oh, ik mag het woord niet. Oké, dat is het. Corona party. Wat doe je dan? Zo'n misselijk laat ze rustig eten. Jullie willen zien toch? Jullie willen zien. Ik ga voor je doen als je wilt zien. Jullie willen zien? Je gaat op YouTube kijken, hè? Bijna einde van de avond. Roos en ik zijn aan het eten. En daarna gaan we lekker schoonmaken. Je friend, de camera focus niet. En ik ben niet eens aangeschoten, hebben ze. Doe knip knip. Hallo? Hold on. Oké, we zijn weer terug. In focus en al. Maar goed, wij zijn dus even nog lekker aan het eten. En daarna ga ik lekker opruimen. Rosaline gaat me nog even helpen met opruimen. That's a girlfriend, you know. You'll be zelf. Maar het was zo gezellig. En... Oh, mijn moeder tot just komen. Oh! Dan kunnen ze me ook helpen. Ik ga oh, lekker. Oh, Rosaline heeft trouwens virgin cocktails gemaakt. Nee. Ik ben mijn verhaal aan het vertellen. Sorry.
10 uur ja. Naar huis, half 10 naar huis. Oh. 9 uur, half 8 opstaan. Maar, hoe heet het? Met Rosalind was ik een keer bij de beren. Nee, was het de beren? Nee. Hoe heet het? Brechtje? Ja, ja. Ja? Gaan uit eten en daar hebben we toen watermeloen cocktails gedronken. En dat was zo lekker. Toen met alcohol, nu ja. Doen we zonder alcohol. Maar ik vind het nog hartstikke lekker. Ik voel die hele vibe met deze mensen, maar ik zit niet op hun level. Dat wil je ook niet zijn. Eigenlijk hè. Anyway, het was een hartstikke leuke baby shower weer. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de beelden. Ik vond het echt heel erg leuk. En alles was weer zo mooi en gezellig met degene die er aanwezig waren. Echt, we hebben het klein gehouden, maar het was echt super gezellig. En waarschijnlijk gaan we nog door. Het is nu 10:30, maar ik heb net gehoord van Marina dat mijn schoonmoeder weer terugkomt. Dus het wordt waarschijnlijk een late avond. Maar super gezellig. Dus, vond je dit een leuke video? Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet je niet te abonneren. Want dan vergeet je geen enkele video. Dus dat wat Roos zegt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.